Een boer zit tegenwoordig ook heel veel uren op kantoor. Vandaag heb ik ook bijna de hele dag gezeten. Ik vind het erg moeilijk om binnen te blijven als het zonnetje dan naar binnen schijnt. 'S Middags door mijn ramen. Maar goed, soms moet het er gewoon even. Zoals je ziet ben ik ook nog niet klaar met het uitzoeken met de administratie. Dat komt wel wat privéomstandigheden. Maar ik heb mezelf het doel gesteld om het eind van de week weer netjes glad te hebben. Voor het seizoen echt begint buiten op het land. Maar ik ga nu nog wel even lekker snel naar buiten waar de zon schijnt. Zodat ik weer een beetje vitamines op kan doen. En weer blij word en even mijn fysiek in kan spannen. Ik had jullie vorige week beloofd wat van het draineren te laten zien. Nou, momenteel zijn ze daarmee bezig met de sleuven te trekken. Ze graven ongeveer een geul met een grote machine van 1 meter diep. Hier zie je de eindbuis van de drainageslang die je in de sloot steekt. Expres proberen ze de hele felle kleuren ervoor te gebruiken, zodat je hem ook nog terug kan vinden wanneer hij vuil geworden is en de riet overheen zit. De drainagebuizen komen ongeveer een meter diep in de grond te liggen en zijn vaak 200 of 300 meter lang, afhankelijk van hoe lang het perceel is. De buizen zelf zijn gemaakt van kunststof en daarin kleine gaatjes waardoor het water in de buis kan stromen richting de sloot. Maar we willen natuurlijk niet dat er zand, klei en andere deeltjes inkomen waardoor de buis verstopt zou gaan zitten. En daarom zit er een soort stoffen mantel omheen die het water filtert van de andere delen. En hier mooi van de haven achter kun je dat heel mooi zien hoe dat eruit ziet. Achter me zie je het land vanuit de zuidkant. Daar zie je heel mooi de soort mollegangen liggen. De strepen met kale grond. En daaronder ligt de slang die jullie op het plaatje kunnen zien. Tegenwoordig is het steeds vaker te droog in Nederland. Maar zoals afgelopen maanden, afgelopen winter, is het ook veel en veel te nat. Daarom is het belangrijk dat het water wat er te veel is afgevoerd wordt. En daarom leggen we drainageslangen in het water om het te veel af te voeren. In de winter of in de zomer als het extreem veel geregend heeft. Zodoende kan je de grond toch goed bewerken, dat hij niet te nat is. Dan kun je eerder het land op met de machines. En kunnen de plantjes beter groeien, niet te vergeten. Een van de grootste technische uitdagingen van mijn strookteeltproject is om op ieder baantje genoeg mest te krijgen. Niet te veel en niet te weinig. Nou, er zijn eigenlijk weinig strooiers op de markt die dat kunnen per 3 meter breed mest strooien. Ik heb een heel simpel wagentje gekocht, aangepast en ik leg dat even vast omdat we vandaag voor het eerst hem lekker vol gaan scheppen met hele vieze mest. Of poep, of hoe je het wil noemen. Dit gaat erin en dan zal dus bij het mestwagen nooit meer zo schoon worden als dat die ooit was. Hierachter zien jullie een grote hoop met mest liggen. Dat is mijn nieuwe soort meststof, Bokashi genaamd. Een aantal van jullie zullen wellicht wel van gehoord hebben. Het is een mengsel van biologische geitenmest met wat gras en klaver van mezelf van het land. Daar wat bacteriën bijgevoegd en nog wat andere dingetjes. Een plasticje eroverheen zodat het gefermenteerd wordt. Nou, fermenteren is echt helemaal hot momenteel. Mensen gaan het weer opnieuw doen met groenten om ze te bewaren. En melk, kefir kennen we allemaal wel. Ik doe het dus met mijn mest ook, om zodoende te proberen een hoogwaardige meststof te krijgen. Nou, het ziet er best aardig uit, voor mest dan. Dus het lukt goed om het te verspreiden op het land. En ik ga nu afwachten hoe de plantjes ervan groeien. Hebben jullie dat ook wel eens van die dagen dat je van alles doet,
maar eigenlijk niet wat je gepland had. Nou, ik had vandaag ook echt typisch zo'n dag. Ik zal heel even kort verslag ervan doen. Er zijn heel veel balen geladen. Er zijn twee grote vrachtwagens balen wezen halen. Wat je nog ziet is alleen een paar ronde plaatsen. Dus we hebben 80 balen weg. Daar ben ik heel blij mee. Geeft een beetje ruimte op het erf. Ze kwamen een machine ophalen die ik verkocht had. Een restant van het grote boeren wat ik vroeger gedaan had. Ik heb een mestrooier uitgeprobeerd. Dat is best wel een uitdaging om de juiste hoeveelheid mest op het juiste plekje te krijgen. Er moet nog even het een en ander aangepast worden. Vanmiddag heb ik een paar uur een gesprek gehad met diverse andere boeren en adviseurs. Samen met het ministerie van Landbouw over hoe ze in de toekomst boeren in Nederland kunnen stimuleren voor duurzaam telen, duurzaam dieren houden. Dus het lekker divers. Heel veel telefoontjes gehad. Dat ken je vast ook wel, dat je van die dagen hebt dat er niemand belt. Je hebt dagen, dan word je gewoon het ene na het andere. Maar het past allemaal aardig mooi in elkaar. Dus ik ben er blij mee. En morgen weer een dag. Vandaag zijn we een hele dag mest aan het rijden. Het is nog steeds een beetje oefenen, maar het gaat best wel naar tevredenheid, naar mijn zin. Op het ene gewas, bijvoorbeeld aardappelen, moet dan 30 ton daarvan. Op een ander gewas een stuk minder. Dus het is even zoeken om op het juiste baantje de juiste hoeveelheid te krijgen. Maar vooralsnog gaat het best wel naar tevredenheid. Zo, de mest ligt erop. Het was behoorlijk veel werk, kan ik je rustig zeggen. Natuurlijk hebben we ook moeten ontdekken hoe het werkte en om de juiste hoeveelheid te krijgen. Wat dingen af moeten stellen, moeten vermaken. Maar het is gelukt. De helft van de hoop is inmiddels weg. De helft van de stroken zijn ook bemest. Dus dat is een mooi beginnetje. En nu zijn we zojuist begonnen met het klaarmaken van het land door het te frezen. Op het perceel waar we nu staan staat gras met klaver te groeien. Nou, ik vertelde jullie in de vorige vlog dat gras met klaver dat het een super mooie combinatie is. En dat het onkruid verdrinkt en dat dat heel sterk is. Maar daarmee ook super lastig om weg te krijgen. Nou, met het mooie droge weer van nu kunnen we precies het worteltje kapot maken van de klaver. Waardoor die zal verdrogen de komende week. Als het zo prachtig mooi weer blijft. En dan is die weg. Anders krijg ik kolen en uien en allemaal andere gewassen met ertussen klaver. En dat is niet wat ik wil hebben. Nou, het stukje waar dat ik nu film, daar is de grond ietsje minder zwaar dan waar we de grond aan het frezen zijn. Dan moet je kijken wat een ongelofelijke scheuren er in de grond zitten. Hierzo passen mijn vingers passen helemaal in het gat. Zo ontzettend droog is het. Dus voor mijn collega's die wellicht kijken. We praten echt niet over makkelijke grond, we praten echt over taaie, zware klei. Leuk dat jullie weer deze vlog hebben bekeken. Hier staat een hele tevreden en dankbare boer. Na een hele lange tijd van voorbereiden, mag nou eigenlijk aan de slag. En het voelt best wel alsof ik best wel aan een bijzonder project bezig ben. Ik heb wel 1000 keer op mijn briefje gekeken. Welk baantje ik nu moest hebben en of ik wel op het goede baantje zat. En of ik de mest niet op het verkeerde baantje strooide. Maar zover ik weet heb ik nog bijzonder weinig fouten gemaakt. En als ik fouten maak, dan leer ik daarvan. En ik denk dat jullie eind van dit seizoen nooit meer op dezelfde manier jullie groenten zullen eten. We zullen beseffen dat er wel het een en ander aan vooraf gaat. Wat is het heerlijk om boer te zijn. Ik geniet er echt ontzettend van. En ik hoop dat jullie je ook een klein beetje boer voelen. In dat de komende weken steeds meer zullen gaan voelen. Doordat je alles meemaakt en meekrijgt wat erbij komt kijken om een paar gewassen te telen.